een aantal spannende voetbalchallenges tussen België en Nederland met Touzani. Jij begint? Ja. Oh. Dylan Hagens. Ja, ik heb jou op het verkeerde been gezet. En familie Lacap. Oh, 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 oh. Ja! Ja! Yeah! Oh, die is erop! Die is erop! Wilden wij het ook wel eens opnemen tegen een meisje? Ze is model, maar daarnaast is ze ook nog een uitstekende voetbalster. Dit wordt echt een gekke voetbalchallenge, dus kijk zeker tot het eind. Hallo iedereen, welkom bij onze nieuwe video. Mijn naam is Michiel. Mijn naam is Celine. En ik ben Summer. En Summer is een echt voetbaltalent. Yes. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag. Ja, ik mag het zeggen. En vandaag gaan we opnieuw een superleuke challenge. Ja. België versus Nederland. Want jij woont in Nederland en waar precies woon je ergens? Rotterdam. En hoeveel jaar ben je, Summer, op dit moment? Ik ben bijna 13, ik ben nu 12. Vandaag hebben we dus 5 challenges, Celine en ik, tegen Summer. Want jij hebt het, voordat we begonnen met filmen, zei ze, de naam is echt in het Engels, Summer. Ja, eigenlijk Summer. 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 Ja, we gaan het nooit zo goed kunnen zeggen als jou, maar misschien kunnen we wel beter voetballen. Ja, hopelijk. Wacht, stop, hou ermee op. Je krijgt 3 seconden om te abonneren op ons kanaal. 3, 2, 1. En like ook zeker deze video. 1, 2, 3. We gaan verder. Voor we beginnen willen we eerst een beetje jouw kennis testen over België. Dus bij deze 5 vragen. Wanneer was je voor het laatst in België? Als het goed is 2 jaar geleden. Oh, zo lang geleden? Ja. Oh, en waarom? Ik was toen bij Gert Late Night. Wat is je favoriete Vlaamse woord? Ken je een Vlaams woord? Pinkers, toch? Pinkers, ja! Oh, wow. Knipperlichten, zeggen jullie hier? Hoe noem je dat? Wij zeggen knipperlicht. Knipperlicht, ja. Dat is dus Pinkers. Wie is je favoriete Belgische voetballer? Ik denk dan wel Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, ja. Die is ook wel mijn favoriet, denk ik eigenlijk. Echt? Ja. Hoezo? Gaan jullie elke video veranderen van favoriet naar de Bijbel? Nee, maar ja, die is echt gek, toch? Noem 5 Belgische steden in 10 seconden. 10 seconden, oké. 3, 2, 1. Gent, 10, Genk, 9, Brugge, 8, Brussel 7. En Luik. Oh, wauw. Heb je het voorbereid? Heb je onze vorige video's bekeken? Nee! Stiekem wel! Ik denk het wel. Nu mag jij even binnen 10 seconden 5 Nederlandse steden opnoemen. Ja, Rotterdam, 9, Amsterdam, 8, Utrecht, 7, Nieuwegein. En hoeveel seconden nog? Ik weet het niet. 3, 2, 1. Hoezo? Den Haag! Ja, maar ik word zo stressy van de tijd. Ik ga niet denken. Oké, maar hopelijk worden we wel de voetbalchallenge. Ja, maar nog één belangrijke vraag. Oh. Friet of patat? Ze gaat patat zeggen. Ja, patat. Nee, maar kijk. We zijn weg! Als je in Rotterdam ook tegen iemand zegt friet, dan gaan ze je ook raar aankijken hoor. Ik wil frietjes. Wat? Nog snel even een opwarming, want de zon mag wel schijnen. Er is wel nog heel veel wind en het is redelijk koud. Dus, koppen vangen. Jij start eerst bij mij of ik start eerst bij jou? Doe maar eerst bij mij. Oké. 3, 2, 1, vangen. Oké. Koppen. Oh ja. Koppen. Wauw. Vangen. Ja. Vangen. Ja. Hoe sneller ik gooi, moeilijker het wordt. Maar nu mag jij het ermee doen. Oké. Ah, nee! Wow. Altijd, ik heb het. Dat was echt gek. Oké, nog een keer. Oké. Ja, oké. Oké. Ja, ja, ik ben wakker. Okay. Hij is wakker. Koppa. Nee! Oh, ja, toch niet. Vergeet wat ik zei. Nee, jij mag de eerste challenge doen tegenaan. Okay. Ben je er klaar voor? Zeker. Ben je opgewarmd? Ja. Ga je winnen vandaag? Nee! Ja, Oké. Ze gaat er wel voor. Eerste challenge tussen jou en Celine. Jullie krijgen 5 kansen om door de band te scoren. Okay. Het is heel makkelijk. Jullie zien het wel goed lopen. Veel succes. Oké, schaar, steenpapier. Ja, okay. Nee, steenpapier, schaar. Oké, sorry hoor. Sorry. Doe een steenpapier, schaar. Oké, steenpapier, schaar. Oh, Summer begint. Ja. We verliezen wel alles nu. Wat? Ja. Nee, ik wilde jij. Ik ja, zij mag kiezen. Ja, ja, ja. Okay. Vandaag moeten we winnen, besef je dat? Ja, het is echt van moeten. Het is van moeten. We zijn nog nooit gewonnen, hè. We moeten vandaag onze eerste punt maken. Inderdaad. Oké, begin maar. Kom op, hè. Kom op! Nee, die was er niet door. Oh.
Oké. Kom op, hè. Ja, jij denkt dat je gewoon op de Champions League finale penalty staat te trappen. Je moet rustig zijn. Oh, die was wel dicht. Maar niet dicht genoeg. Kom op. Nee. Je hebt natuurlijk een beetje geluk nodig met dat botje. Ja. Botje, ja. Yes, derde poging. Ja, score. Daar komt-ie. Oh, ja, het wordt al spannender en spannender. Kom op. Nee! Zag je dat? Ja, natuurlijk zag ik dat. Ik ben aan het filmen. Er was een rennen er weer uit. Ja, dat telt niet. Dat telt niet, vooral duidelijkheid. Oh. Oei, maar jij trapt altijd net ernaast. Deze moet erin. Yes, oké. Okay? Yes, je kan het. Kom op, hè. Ja, die is erdoor. Die is erdoor. Die was erdoor. Kom op, maar Summer heeft nog één kans. Ja, oh, ik dacht even, ze gaat het doen. Maar 1-0 voor België. Oh, wauw. Oh, dit was wel... verdient dit een punt? Looping. Ja. 1-0 voor België. Let's go. Woe. Maar Simmer, je hebt het wel goed gedaan. Ja. Je was heel dichtbij. Misschien heb je meer geluk in de volgende challenge. Latje trap. Wij zeggen deklat in België. Geen idee waarom, maar jullie zeggen dat nooit, toch? Kijk, er moet toch gewoon een reden zijn waarom jullie dat zeggen, maar het is gewoon niet logisch. Ja, kijk, als iemand weet waarom we in Vlaanderen deklat zeggen, laat het weten in de reacties. Het is enorm hard aan het zwaaien, dus ik stel voor dat we gewoon beginnen. Plas, schaar, steenpapier, schaar. Steenpapier, schaar. Oké, ze wint wel alle steenpapier, schaar battles. En begin ik of begin jij? Ja, tactiek is toch wel dat jullie... Oké, wij beginnen. Ook wel mooi dat ze zegt jullie beginnen. Ze ziet ons wel als een team. Ja, oh, dank je, Summer. Dat zijn jullie toch wel. Ja. Jij staat er alleen voor vandaag. Ja. Heel veel succes. Dank je, ik ben aan het bevriezen. Ik dacht, de zon schijnt. Het gaat warm zijn, maar ik ben aan het bevriezen. Dat is geen bedrieg. Let's go, kom. Hoi. Ah, zo. Oh, telefoon. Nee. Waarom raak ik de lamp? Wow. Wat is dit? Ai. Oh, ja! En voor de laatste is het iets speciaals. Oké, voor de laatste iets speciaals. Oh ja, ik weet dat er gaat komen. Kom op! Rabona! Ai. Blessure. Ai. Summer, je kan een punt pakken. Ja. Oké. Okay. Oh. Heel veel succes. Dank je. Eerste poging. Ja! Mooi! Tweede. Oeh, close. Derde. Oh, net niet. Oh, die moet erop. En maakt het af. Nee. 1-1. 1-1. Allebei één latje geraakt. Wat wil zeggen 2-1 in de totaalstand. Ja, klopt. Nu is het tijd voor challenge 3. En nu ga je het opnemen tegen ons allebei. In een heel duizelige challenge, want wij gaan Disney penalties doen. 5 kansen voor jou, 5 kansen voor ons. Ja. En de persoon die de meeste penalties scoort, die wint deze ronde. Oké, veel succes. Heb je dat ooit al gedaan? Nee. Nee, echt niet? Nee, echt niet. Oh, nee. Wow. Oké. Heb je net gegeten? Ja. Oké, veel succes dan. Ja, dank u hoor. Hoeveel toertjes? 10 natuurlijk. Oké, 10. 1. 2, 3. Go. Kom op, afmaken. Ja. Alles draait. Maar je hebt gescoord. Yes. 1, 2, 10. Go. Oh, ze trapt hem erover. Je hebt gemist voor alle duidelijkheid. Ja, ik ben aan het draaien. Misschien voor de eerlijkheid van de challenge moet jij jouw 3 pogingen wel na elkaar doen. Want zij moet er 5 na elkaar doen. Oh, oké. Okay. Oké, go. 1, 2, 3, 4, 5,
Go, go, go. Oh, nog eentje erbij. Kom op. Oh. Ja, ja, ja. Ja, Summer, die kon je wel pakken, hè. 1, 2, 3. Ja, lange haren. 4. 10. Go, 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 go. Ja, oh, die trapt ze wel lekker binnen. Ja, hoe meer je doet, hoe beter het wordt natuurlijk. Jouw laatste nu, dan mag je gaan slapen. Ja, het wordt tijd. Go! Okay. 1, 2, 3. 10, go, 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 kom op! Oh! Oh, ze pakt hem! Wow. Ze pakt hem, ze heeft hem gepakt! Wat een save! 9, 10, laatste rondje, daar gaat ze voor de gelijkmaker! Oh, Celine redt hem. Gaat het, Summer? Jij. Oké. Okay. Ik word duizelig na 2 rondjes vooral. Ik denk het ook, maar heel veel succes. Ga jij tellen? Ja, is goed. 1, 2, 3. 10, gaan! Gaan! Gaat hij scoren? Oh, wow! Wat was dat? Ik moet overgeven. Oh my god. Ik denk dat ik moet verder doen. En ik moet nog één doen, hè. Summer, je hebt geluk, hoor. Schat, hij met zijn voet. Ja. Ik zag 3 ballen naast elkaar liggen. Oh, wat? Ik heb toch op de juiste getrapt. Yes, het is weer aan jou en je kan gelijk komen. Dus veel succes. Dank je. Let's go. 1, 2, 10. Ja, ga maar. Oh, nee. Keeper! 2-2, goeie Summer! Hey keeper, sta je te slapen of wat? Ik zag 3 mensen een penalty. Ja, hij is nog duizelig, ja. Ik ben teleurgesteld in jou, hoor. Ik ook in mijn evenwichtsorganen. Oké, okay, kom op, die moet je scoren. Echt, let's moet go! Nog eens? Ja, je moet niet. Jij moet tellen. Oké, okay, 1, 2, 3. 10! Ga! Oh man! Oké, wat doet die? Nee! Dat kan toch niet? Please! Ik kan er echt niet aan doen, sir. Wat is dit, Summer? Oh, wauw. Je kan winnen, hè? Als jij nu scoort. Oh, ja. Kom, recht naar een keeper moet je doen. 9 en 10. Go, 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 go! Maak het af! Summer, jullie gaan elk op de beurt, elk 5 kansen. De doelvrouw zal de bal uitrollen en de persoon die trapt, mag trappen tussen de lijn van de 16 en de penaltystip. Oké? Okay? Ja. Veel succes. Mag ik hem aannemen en dan trappen? Nee, één tijd. Eén tijd. Je mag wel hier starten, maar je moet trappen tussen deze lijn en de penalty. Oké. Okay. Komt-ie! Oh! Oh, keeper, kom op! Je moet de eer van België een beetje hoog houden, hè. Om zijn beurt? Ja, om zijn beurt. Je zegt tegen mij dat ik een bal moet pakken, maar die kon je wel pakken. Ik heb een verrekking. Nee, ik wil die excuses niet horen. Ik wil echt geen excuses horen. Kom op, hè. Deze moet erin. Eén tijd. Wauw! Wauw! Oké. Okay. Ja, Simmer, die kon je pakken, hè. Nee. Let's go. Oh, klasse! Klasse keeper. Let's go. Hey, wat heb jij gegeten daarnet? Rijst kroket. 2-1 is de stand. Veel succes. Dank u. Keeper. Ja, die was wel mooi in de hoek. Die was mooi in de hoek. Maar ja, Celine is duidelijk geen keepster. Voor de hat-trick? Ja, ik ga het proberen. Kom op. Je hebt wel je hoek gevonden, hè? Rustig plaatsen. Ja, inderdaad. Goed gedaan. Maar 3-2. Celine krijgt applaus van het publiek. Kom op. Komt ie dan. Wow. Keeper. Klasse. Deze moet erin. Oh, wauw. Maar hoezo? Hoezo? Je bent in vorm, hè? Ja. Laatste kans om een prachtig doelpunt te maken. Oh. Ja, ja, ja. Ze gaat voor Celine haar hoek. Maar nu moet je nog één keer in het doel gaan staan, want Celine gaat nog eens scoren in die hoek. Oh.
Oh, ze duwt hem in de kruising. Summer is 12 jaar. Yes. Ze verdient een extra kans. Ja, vind ik ook wel. Toch, wij zijn 25, 2 meter en 10. We zijn met 2, zij is alleen. Ja. Dus vind je dat oké? Het is... Oké, als je het raakt, krijg je 1 extra punt in deze challenge. Oh, damn. Gaat het doen? Oh! Oké. Ze doet het! Summer, je mag de bal ondertussen klaarleggen. Als je de lat nog eens raakt, krijg je nog een extra punt. Oh, wat? Ja, echt waar. Oh. Het staat nu 4-3 met het extra yes. punt. Yes. Oh. Gaat het doen? Oh. Nee. Oké, okay, 4-3. Maar het staat 4-3. Yes. Tijd voor de allesbeslissende laatste ronde. De allesbeslissende ronde is de bottle challenge. Wij gaan elk om de beurt in doel zitten met de fles op ons hoofd. We gaan ook elk om de beurt naar elkaar trappen. Wie als eerste de fles raakt, die wint de ronde. Steen, papier, schaar. Oh, ze heeft damn. Echt alles gewonnen vandaag. Omdat er heel veel wind is, houdt ze de fles wel met haar hand vast. Ja, anders gaat hij lukken. Zwak. Ja, maar het komt wel goed. Oké. Summer. Oeh. Oh. Oh. What? Was haar eerste poging. Je bent geholen. Ja, Summer. Wow. Iemand die het flesje raakt, bij de eerste poging hebben we echt nog nooit meegemaakt. Nee. Ja, ik schrok er ook van. Ja, maar het was al echt zuiver op de fles. Ja, het is echt dus, goed. Dus super goed gedaan. Ja. En je hebt niet alleen de fles geraakt, je hebt ook ervoor gezorgd dat de challenge eindigt op een gelijk spel. Yeah. Ja. En daarvoor hebben we ook een klein aandenken mee voor jou. Ja. Oh, dat is wel echt heel leuk. Oh, dan hebben we een aandacht. Oh, zo leuk. Nee, heel lief, dankjewel. Graag gedaan. Graag gedaan. En heel belangrijk voor ons, vond je het leuk vandaag? Zeker. Oh, dat was een leuke vondst. Dat was echt heel leuk. Yes, hopelijk vond je het ook een superleuke video. Vergeet zeker niet te liken en te abonneren. En de volgende België versus Nederland gaan we winnen. Ja, we moeten echt winnen nu. Oké, ik wens jullie heel veel succes. Dankjewel. Vergeet ook zeker niet om Summer uit te checken op Instagram. Yes. Daar staan hele gekke foto's. Bedankt om te kijken en wij zien jullie gewoon in de volgende video. Peace!